Lieve mensen, Canadese mensen, we willen jullie veel sterkte wensen. Nathan Cirillo met zijn mooie lach, hij hield eervol de wacht. Michael Bibo was zo ernstig in de war, dat hij door de bomen het bos niet meer zag. Niemand weet wat hij dacht, maar hij schoot, een soldaat met een ongeladen wapen. Dood. Hij werd gestopt in het parlementsgebouw. Nu is het hele land in rouw. Zelfs zijn ouders hebben geen begrip voor de laffe daden van hun kind. En vergeten zal ik nooit wat er gebeurde die dag. Nathan Cirillo, rust zacht.